Ik zeg 12 steen hoe je bent. Ik zeg Stichting Phoenix voor Kids. Ik zeg koud bier. Ik zeg natuurlijk Omroep Landgraaf. Ik in roze met leer. Waar we zijn? Wij zijn op de 5e editie van de Pre-Pinkpop Party in Eigelshoven. Ik zeg hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Puur Chantal. Gaan jullie met me mee? Vandaag dus voor de 5e keer een speciale dag. 12 top acts eigenlijk, zeg maar. Vertel, hoe hebben jullie geboekt? Hoe werkt zoiets? Ja. Dat vertellen we niet. Ja, klein geheim, want dat willen natuurlijk alle festivals weten hoe wij dit doen. Vrijwel kosteloos. Goede connecties. Hou contact met de bands, met de personen. Dan lukt je dit. Ik heb begrepen, Ben, dat jij echt een hele speciale band hebt. Eigenlijk jouw kindje. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe heet ze? De Key Sessions. Ja, we zijn geen band, we zijn een stichting. We geven jongeren de mogelijkheid om samen muziek te maken. Ik heb net al een stukje mogen zien en ik vind ze echt fantastisch eigenlijk. Het is echt fantastisch om te zien dat ze eigenlijk op een hele mooie manier muziek maken. Jij ondersteunt ze daarbij, hoe werkt dat precies? Geef je ze les? Of? We komen gewoon één keer per week, de vrijdagavond komen we samen. Daar jammen we wat, daar knutselen we wat nummers in elkaar. Ik maak het mogelijk voor ze. Ik krijg wat steun van vrijwilligers die ze lesgeven. Ze coördineren met op het stage. Ze gewoon muziek laten maken. Ja, geweldig. En jij, Danny, wat doe jij zeg maar met die bands? Wat doe ik met de bands? Ik heb een passie voor jonge, beginnende bands, net als Ben. Vandaar de connectie ook zo makkelijk is natuurlijk. Bands sporen voor een goed doel is niet zo moeilijk. Dat kan bijna iedereen, maar dan moet je wel een ingang hebben. En als je een jaartje of 22 meeloopt als muzikant, dan ken je her en der wat mensen. Nou, zoals je ziet is hier ook een hele leuke meneer. Heel creatief ziet u eruit. Heeft u dat zelf gemaakt? Ja, ik maak alles zelf. Kunt u eens laten zien wat u allemaal heeft? Ja, ik heb van alles. Je kunt hier binnen workshoppen, beeldhouden, schilderen, boetseren. Daar heb ik de magische verftrommel. Ja.
Nou, de pre-party van Pinkpop is in volle gang en ik heb toch een leuke mevrouw hier ontmoet. Die heet Beb de Breijer, zeggen ze. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Wat brengt u hier op deze party? Nou, ik zat op Facebook en toen kwam ik daar al gauw Café Agenekom tegen met de pagina, met leuke evenementen. En vorige week, een paar weken terug, was ik voor de eerste keer ook eens echt hier. Toen zag ik al sowieso een poster hangen over deze party. Ik denk, oh, dat is mooi. Ik kan dan. Het is lekker overdag. Je kunt dus met de laatste trein naar huis als het een beetje laat wordt. Ja. En ik zie, u ziet er echt prachtig uit. Ik weet niet of de mensen thuis dat kunnen zien, maar mevrouw heeft echt een geweldige jurk aan. En ik heb net begrepen van haar dat u die zelf heeft gemaakt, toch? Dat klopt, ja. En hoe lang heeft u daarover gedaan om deze mooie rockjurk te breien? Nou, als ik alle uren bij elkaar zou tellen, kom ik er op anderhalve week uit. Inclusief het borduren van de letters. Inclusief de uren. Nou, dat is anderhalve week. Nou, en ik heb begrepen voor Pinkpop, want dit is natuurlijk volgende week, heeft u nog iets anders in petto, hè? Wat heeft u precies gemaakt? Nou, ik heb nog een hele leuke jurk gemaakt van een vrij los breisel in de meest knallige roze kleur die je maar kunt voorstellen. Met een glimdraadje erin, dus als Beb daar niet mee in de kijker komt, dan weet ik het ook niet meer. Terwijl dat natuurlijk niet de hoofdreden is, want het is gewoon heel leuk om je eigen gebreide spullen aan te kunnen hebben. Nou, superleuk. Nou, zoals jullie zien zijn hier allemaal schitterende en leuke mensen, heel bijzondere mensen. Ik hoop dat jullie vandaag toch nog even een kijkje komen nemen, zou ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. We staan hiernaast. Meneer, vertel eens, wie ben jij? Ik ben de Nul. De Nul? En du bist van? Ik ben van Phoenix for Kids. Vertel me eens, ik weet natuurlijk wat Phoenix for Kids is en wat je allemaal doet. Precies, kind, doe me dat ook vertellen voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, heel kort door de bocht. Maar dan is weer wel een heel lang interview. Rier allemaal motor, allemaal trucks. En ver willen leuke dingen doen voor ziek, zwakke kinderen en de ruimste zin van de woord. En op welke manier doe je dat precies? We doen één keer per jaar een benefiet. Dat doen we voor geld op genereren en leuke dingen te doen voor het ganse jaar deurig. We hebben met de kerstmis voor de kerstman laten komen met een kerselfje. Dat komt uiteraard in een zijspan. Voor alle kinderen een cadeautje aangeboden. Daarover een sponsor voor. Want we leven natuurlijk weer met sponsors en giften. Alle Phoenix kinderen die kregen een rit aangeboden. En met een verjaardag denken voor aan ze. Als ze moeilijke tijden hebben, denken voor aan ze. Dus ja, we zijn best wel druk. En vandaag is speciaal een benefietavond eigenlijk voor u. Hè? Wat verwacht je ervan? We laten ons verrassen. Van ons verrassen. Nou, er zijn in ieder geval 12 topbands op dit moment binnen. Heel veel mensen die dus een donatie doen voor u. Ik hoop natuurlijk dat je er nog lang mee met kunt doorgaan. Want ik vind het echt een fantastische stichting. En je doet superveel mooie en goede dingen. Heb ze nog wensen eigenlijk voor de toekomst voor de stichting? Dat ze dat zelf willen bereiken of dat zelf willen doen voor de kinderen? Heb ze nog wensen? Dat is moeilijk. Dat blijft moeilijk. Ook iets aan denken dat er minder zieke kinderen zijn. Dus dat is natuurlijk wel een wens. En voor de rest, we zien wel wat de toekomst brengt. Kunnen de mensen ook gewoon doneren eigenlijk bij u, zeg maar? Jazeker. En wie kan dat? Op de website staat heel veel informatie. Daar staat ook een rekeningnummer op, uiteraard. We zijn IBAN gecertificeerd. Dat hield in tot sponsors 85% van een... gaven wat ze doen, terug in te krijgen via de belasting. Dus dat is ook wel heel erg interessant. Nou, prima. Nou, goed. Ik zou zeggen, mensen, draag ook deze stichting een zeer warm hart toe. Ik vind het echt fantastisch wat er doet. Ik vind het ook superleuk dat er met heel veel mensen vandaag zit gekomen. Had er zin in? Ik zou zeggen, we gaan een biertje drinken, toch? Nou, dat denk ik niet. Oh nee, je moet nog rijden. Dan wordt het echt een kopje koffie, toch? Nou, had er zin in met te gaan? Dan kom lekker mee, zou ik zeggen. Koffie. Come on, get down.
ook gezien wie hier is? Volgens mij jouw grote vriend, toch? Wie is dat? Ro. Ik heb hem al zien staan, hè. Hey. Kom eens even kijken bij Ro dan. Oh, kijk eens aan. Oh. Daar doen we het nu voor, hè? Speciaal Phoenix for Kids. Oh, hier zijn toch geen woorden voor. Geweldig. Ik zeg, lieve mensen allemaal, doe ook een donatie voor Phoenix for Kids. Want hier doen we het allemaal voor. Fantastisch. Oh, nu de Krishna. Daar doen we dus voor. Lieve mensen, echt, als je dit ziet, dan krijg je er tranen van in je ogen. Steun deze fantastische stichting en doe ook een donatie. Op het einde van dit programma zal ik een rekeningnummer erbij zetten. Steun hun. Het is echt super fantastisch wat deze mensen voor de kinderen doen. Dankjewel.